Ik sta hier naast een boom waar de processierups net bestreden is. Het is een hot item op het moment en mensen willen weten van wat is het precies van rups, wat voor gevaren dreigen erbij. En daarvoor is Johan Vidder hier om er het een en ander over te vertellen. Johan, de processierups, wat houdt het precies in? De processierups, dat is een rups die brandharen heeft en die wat schade aan de gezondheid van de mensen kan toebrengen. De brandharen, als je die binnenkrijgt in je luchtwegen of op je armen, dan kan dat jeuk veroorzaken. Je kunt er kortademig van worden. Het kan zelfs zo ver gaan dat als je er heel veel binnen krijgt, dat je ademhalingsproblemen kunt krijgen. Dus dat is eigenlijk niet wat we willen. Dus vandaar dat die processierups bestreden wordt. Ja. Ik las dat die rond 1990 ongeveer in Nederland kwam, dat het eerst eigenlijk in België voorkwam. Wanneer zijn de mensen erop gaan letten dat ze echt zo toch best wel gevaarlijk zijn voor de gezondheid? Dat antwoord durf ik je niet te geven. Het is sinds dat ik bij gemeente Oldebroek ben in 2007 is het bij mij pas gaan spelen dat ik ermee in contact kwam. Kijk, in de landen komen ze nu overal voor. En in Zuid-Limburg, het zuiden van het land, daar was het toen de tijd een heel erg een hoge plaagdruk. Ja, en daar was het zelfs zo dat complete wegen afgesloten werden, omdat die rups zoveel aanwezig was. En de brandharen kwamen dus doordat de airco-installatie, de brandharen in kwamen. Dan was het ook schadelijk als je daar alleen al langs reed met de auto. Dus dan kon je er ook al last van krijgen. Ja, want het is eigenlijk een processierups. En een processierups is dat ze gewoon allemaal samenvoegen in een soort processie. En dat is juist het gevaar ervan dat ze samenkomen en... Hoe lang is dat hier in de gemeente Oldebroek aan de gang? 2007 heb ik voor de eerste keer de eikenprocessierups gezien in Oldebroek. Een jaar daarvoor was het er ook al, maar in minimale mate. Ja, en wij hebben als gemeente ervoor gekozen om de rupsen te bestrijden op afroep, zeg maar. En doordat de buitendienst van Oldebroek monitort waar ze zitten. Dus in stedelijk gebied, daar worden ze gemonitord. Daar gaan we kijken waar zitten ze en hoeveel zitten ze er en waar zitten ze. Nou, bij speelterreintjes kun je je voorstellen dat je daar geen eigen processierups aanwezig wilt hebben. En in het buitengebied, dat bestrijden we op afroep. Ja, hoe kunnen de mensen deze rups herkennen? Tegenwoordig is het via Google kun je alles herkennen en kun je alles vinden. Nou, daar staan ook hele goede foto's op, dus daar kunnen ze een keer op kijken. En ja, het is een bruin-zwart-gele rups met lange haren. En die kan in verschillende stadia kan die voorkomen. Als hij in de eerste stadia voorkomt, dan is hij bijna niet te herkennen. Dan lijkt het een heel klein rupsje wat geen schade toebrengt. Maar als hij wat groter wordt, ja, dan worden die brandharen ook meer. En dan kan hij dus echt jeuk veroorzaken en dat soort dingen. Ja. Is het iets om laconiek over te zijn? Dat je denkt als je zo'n boom in je tuin staat, dat je denkt van oh, het gaat wel weg? Of zeg je nee, schakel ons in? Nee, je moet er echt niet laconiek mee omgaan. Het is met name kinderen en huisdieren, maar ook gewoon volwassenen kunnen mee in aanraking komen natuurlijk. Gewoon afblijven en een deskundige inschakelen om ze te weg te halen. Want het laatste wat je wilt is jeuk. Want je kunt je voorstellen, jeuk van een eikenprocessierups, dat kun je vergelijken met nou, misschien 500 of 1000 keer erger dan een brandnetel, zoiets. Ja. En je blijft er ook langer last van houden. Dus het is echt niet een jeukje wat een dag lang duurt en dan weer klaar is. Maar je bent daar echt serieus mee bezig. Ja, je kunt er goed ziek van worden, hè? En hebben we het over het weghalen, crisistijd, geld. Is de kosten voor de bewoner of is dat voor de gemeente? Particuliere bomen, dat zijn de kosten voor de bewoner zelf. En bomen in de openbare ruimte, dat bestrijdt de gemeente gewoon de rupsen. En we kunnen wel als gemeente zijn de bewoners in contact brengen met een aannemer die daar goed mee omgaat, die ook gecertificeerd is en ook de middelen ervoor heeft. Je moet met een beschermingspak werken, een stofzuiger die waterdicht en luchtdicht moet zijn, die brandharen mogen er niet uit. Dus ze moeten ze ook nog op een specialistische manier afvoeren. Het is niet zo dat je die dingen in een container kunt gooien, in de groene container. Dat moet echt naar een verwerkingsbedrijf en daar worden ze verbrand. Dus ja, maar we kunnen als gemeente zijn faciliteren in de vorm van nou, we brengen de mensen in contact met iemand die daar goed mee om kan gaan. Ja, dus eigenlijk zeg je van mensen blijven eraf, schakel, want dit kun je zelf niet, niet voorkomen. Ik heb mensen gehoord die het zelf gedaan hebben en die zijn dus aan de pret niet zo geraakt omdat ze veel brandharen binnenkregen.
En die zijn dus echt drie tot vier weken, tot anderhalve maand zijn ze bezig geweest om van die klachten af te komen. Ja, en ze gaan het niet vanzelf weg, hè, die rupsen. Niet dat je denkt van nou, met een paar weken is het wel weer weg. Want het kunnen vlinders worden, hè? Die... Ja. Nou, ze gaan dus vanzelf weg. Als de rupsen dus een vlinder worden, dan vliegen ze weg en dan zijn ze weg. Maar de nesten die achterblijven van die eikenprocessierupsen zitten dus de velletjes in. Een rups die vervelt. En die wordt groter, dus voordat hij een vlinder wordt, blijft ook het vel met daarin de brandharen in dat nest achter. En daar kun je ook jaren na die tijd ook nog last van krijgen. Dus de brandharen, daar gaat het eigenlijk met name om. Ja, dus echt een waarschuwing thuis voor de mensen. Wees er attent op, of alert op en schakel. Klopt. Jullie in eigenlijk zo. Ja, voor informatie kunnen ze altijd bij gemeente Oldebroek terecht.